Jamie Bruinier, de maker van de eerste goal bij Sparta tegen Cambuur, van harte gefeliciteerd. Strijd, strijd, strijd en het publiek op de banken en een heerlijke middag uiteindelijk. Hè? Zo vat ik het toch juist samen. Ja, absoluut, dat klopt. Het was een zwaar bevochten overwinning. En wat hij zegt, er is heel veel strijd geleverd vandaag, maar ik denk wel dat we verdiend gewonnen hebben. Met een mannetje minder. Klopt. Het was een beetje een domme actie van Tony. Jammer dat het gebeurt. Maar goed, het gebeurt. En ik denk dat ons team ons goed geweerd hebben tegen 11 man van Cambuur. En ligt het dan aan jullie, dat jullie je goed geweerd hebben? Of lag dat dan aan Cambuur dat het niet goed uitspeelde? Ja, kijk, je ziet wel dat Cambuur het overwicht heeft. Ze hebben natuurlijk meer balbezit met 11 man. Ik denk wel dat het tempo bij hun te laag lag, vond ik. Waardoor ze weinig kans kregen. Ja, ze hebben wel veel voorzetten van de flanken gehad. Wat natuurlijk altijd gevaarlijk kan worden. Maar nogmaals, ik denk dat wij het fantastisch hebben gedaan met 10 man. Als je dan met een mannetje minder speelt, maakt het dan niet uit of het mooi of lelijk is? Is het dan gewoon pompen of verzuipen? Of wil je dan toch ook nog wel voetballen? Ja, je weet dat je gewoon extra meters moet lopen met een mannetje minder. En ik denk dat we dat goed gedaan hebben. En verdiend gewoon hebben. Tony Varela, je zegt het, maakte niet al te slimme overtreding. Maar gingen bij jullie toen ook wel gelijk een knop om toen hij eraf ging? Ja, tuurlijk. Kijk, hij krijgt rood, dus er moet wat veranderen. En wat ik zeg, dan weet je dat je gewoon extra meters moet maken. Iedereen, want je komt op gewoon een mannetje overal tekort. En natuurlijk gaat dan bij iedereen de knop om. Ik merk na afloop bij jullie blijdschap. Maar is er ook iets van opluchting dat je deze eruit gehaald hebt? Dat je aan het publiek hebt laten zien dat jullie het wel kunnen? Ja, kijk, dit was voor ons gewoon een hele belangrijke week. We hebben 3 thuiswedstrijden gehad. Dus het was gewoon voor ons aan het publiek te laten zien dat we gewoon goed kunnen voetballen, maar ook strijd kunnen leveren. En met deze 3 overwinningen hebben we absoluut laten zien dat we dat kunnen. Na afloop van de wedstrijd, dat moet ik even zeggen, want dat heb ik nog niet verteld op Radio Rijnmond. Jullie gaan het veld af en jullie gaan naar een zieke man die op het kasteel zit. Kun je dat uitleggen wat daar gebeurde? Ja, dat klopt. Nee, ik weet niet precies wat het was. Jeroen Veldmaat, die nam ons allemaal mee. En dat klopt, er lag een zieke man daar. En wat ik hoorde, kwam hij elke wedstrijd kijken bij Sparta. En hij was er vandaag weer, volgens mij kwam hij uit het ziekenhuis. Dus we hebben met z'n allen even gefeliciteerd. En die man was natuurlijk dolblij, ondanks de verschrikkelijke ziekte waar hij ongetwijfeld aan leidt. Want zo lag hij er wel bij. Ja, nee, dat klopt. Het zag er niet goed uit. En gelukkig hebben we hem nog een leuke dag kunnen bezorgen. Droom je al stiekem van de winst in de periode? Want dat zou wel weer eens zo'n feestje op het kasteel kunnen bewerkstelligen. Ja, absoluut. We hebben nu goede zaken gedaan. Het is jammer dat je de eerste wedstrijd tegen Dordrecht niet weet te winnen. Alleen, we hebben nu 2 keer gewonnen voor volgende week Aagje VV uit. En als we die wedstrijd weten te winnen, dan denk ik dat we zeker goed bovenin meedraaien en de periode zeker haalbaar is. Aagje VV uit, dat moet voor jou heel belangrijk zijn en speciaal. Ja, het is een leuke wedstrijd, het is mijn oude club natuurlijk, dus dat is altijd speciaal. Ik heb er heel veel zin in en ik hoop dat we daar gewoon ook de 3 punten weten vandaan te halen. Zit er nog een beetje kracht in je om je klein feestje te vieren nu? Ja, absoluut, absoluut. Misschien dat we zo even met de boys weggaan, maar absoluut. Fijne zondag. Ja, dankjewel. Hetzelfde.